Welkom bij de yoga in Deventer en omgeving. Nou ja, die coronatijd die heeft natuurlijk wat nadelen. Maar ja, er zijn zoveel mooie dingen te doen. En dat merk ik ook als yogaleraar. He, dat je samen met mensen naar een kasteel toe gaat om samen je lekker yoga te doen. He, dat je online yoga doet, dat je privé yoga lessen veel meer geeft. Enzovoort, enzovoort. En de laatste tijd krijg ik steeds meer verzoeken voor de bedyoga. Want door de avondklok gaan mensen eerder naar bed toe. En ze staan wat later op misschien. En daar willen ze graag nog voordat ze gaan slapen, dat ze nog even wat oefeningen doen om lekker tot in slaap te komen en de dag goed af te sluiten. En daarom is die bedyoga, ja, vroeger moest ik erom lachen, maar nu is het gewoon een serieus item. Is dat een heel mooi iets in je yoga praktijk om dat toe te voegen? Nou, we beginnen lekker op de buik. Dus kom maar lekker tot liggen. Het is belangrijk dat je de slaapkamer niet te koud hebt. Dat je misschien de kussens die aan de achterkant liggen, dat je die weghaalt. Of een beetje naar links en naar rechts. Dat je misschien iets dikkers even aantrekt, dat als je zometeen gaat slapen, dat je die trui uitdoet of zo. Dan heb je je ook goed voorbereid voor de bedyoga. Nou, we gaan eerst die rug eens lekker losmaken. Dat je de handen op elkaar doet en het hoofd erbovenop. En dan laat je eens lekker die onderbenen, die buig je, dus de voetzolen naar het plafond, en die laat je lekker naar links en naar rechts toe gaan. Dat je die onderrug goed losmaakt. Als je zo een hele dag stoelyoga gedaan hebt misschien. Of dat je veel achter het bureau zat met thuiswerken. Dan is dit altijd wel fijn om eventjes los te maken zo. Je kunt dit mooi doen op de uitademing. Dat je bij elke uitademing je onderbenen naar links of naar rechts gaat, laat gaan en op de inademing omhoog. Nou, nog één keertje. En dan breng je de benen lang uit, de voeten een beetje uit elkaar. En dan zet je de handen onder de schouders en de kin op de matras. En op de inademing kom je omhoog. En op de uitademing weer omlaag. En begin druk je op, dus je mag de handen in de matras drukken. En als je dat 4, 5, 6 keer gedaan hebt, dan probeer je eens of je de handen los kunt doen van de matras. Of niet meer drukt, zoals nu druk ik niet meer in de matras. En dat je dat op die manier. En dan kom je op je onderarmen. De voeten weer op heupbreedte. En dan voel je altijd wel een beetje die onderrug. En stuur daar nu eens de adem naartoe. Dus dat je in die onderrug ademt. Nou, dan breng je de linkerarm gestrekt naar voren toe. En met de rechterhand die breng je zo dicht mogelijk bij je rechtervoet. En als het lukt, pak je hem vast. En dan strek je nog even lekker die linkerkant uit. Dat je die linkerarm naar voren brengt en je linkerbeen naar achteren. Dat je zo lekker doorstrekt. En je ontspant weer. Mooie oefening voor de bovenbenen. En dan pak je met de linkerhand de linkervoet vast of in de buurt. En als het heel moeilijk gaat, leg je gewoon die hand leg je op je bil neer. En je komt met je rechterarm naar voren toe.
En je strekt lekker die rechterkant uit, de rechterhand naar voren toe en de rechtervoet naar achteren. En je ontspant weer. Als je de volgende oefening niet kunt, want yoga is natuurlijk veel meer dan alleen maar de yoga oefeningen, dan kun je dat eens visualiseren. Dat je voorstelt hoe die oefening gaat. En dat is dat we beide voeten vasthouden. Dus als je zoiets hebt van dat lukt me niet, nou, leg de handen lekker op je hoofd op je handen neer en probeer je voor te stellen wat ik zeg. Dus dat het lichaam in gedachten die oefening doet. Je brengt de kin op de matras en dan breng je beide voeten naar de billen toe. En je pakt, of in de buurt, pak je die twee voeten vast. En je komt misschien omhoog. Normaal kun je nog een beetje naar voren en naar achteren schommelen, maar in de matras gaat het altijd iets moeilijker. Maar je kunt wel zo hoog mogelijk met je bovenrug en met je hoofd rustig doorademen. En dan adem je weer wat dieper in. En op de uitademing ontspan je. Nou, je voelt misschien al wel dat dit ook hele goede ademingsoefeningen zijn. Dus coronaspanning is heel mooi los te laten met deze reeks. En je ademt ook wat dieper in je buik, misschien voel je dat. Nou, en dan draaien we ons om. Oké. En je voelt eerst eens, dat noemen we het navoelen, dat is ook het grote verschil tussen de sportschool-yoga en de yoga. Ja, bij de sportschool-yoga gaan ze van de ene oefening in de andere oefening. En bij de yoga gebruiken we navoelen en we gebruiken de mantra's en de mudra's. Dus dan voel je eerst zo eens, want bij deze oefeningen heb je goed je onderrug gebruikt, ja, dat die onderrug zich langzaam ontspant. Dan komen we bij dat Hatha-yoga-principe, spanning en ontspanning. We hebben die rug gestrekt met een holle, dus je trekt de knieën naar de borst. Dit kun je ook mooi doen als een yin-yoga-houding. Alleen al zo 3 of 5 minuten liggen op je bed, met de knieën naar je toe, werkt al zo krachtig door. En als het ontspant in die onderrug, dan kun je iets meer aan die knieën trekken. Maar hou je schouders naar beneden en ook naar het bekken toe. En de kin een beetje naar de borst. En zo brengen we die rug in plaats van hol, toen net met die oefeningen, nu naar bol. En dan zet je de voeten op de matras. En ja, wat ik al zei, yoga is meer dan de yoga oefeningen. Op het ogenblik, want met dat coronavirus moet je de longen goed in de gaten houden. Die coronavirus dat kan schade geven aan de longen. En we gebruiken normaal misschien maar 30-40% van die longen. Dus we gaan even lekker meer gebruiken van die longen. Je legt 1 hand op je buik en 1 hand net onder je borst op de zwevende ribben. En dan gaan we volledige ademhaling doen. Dus op de inademing wordt de buik dik. De ribben zetten uit. En dan de borst. Niet de buik intrekken. En op de uitademing zakt de borst in. Je drukt die met die hand die ribben nog iets in. En op het laatst gaat de buik naar beneden toe. Dus mooie vloeiende beweging. Ook mooi na zo'n dag, dat je met de ademhaling de dag ook goed afsluit. Ademhaling doet zoveel.
In ontspanning en in het lichaam. En met het denken. Nou, nog één keer die volledige ademhaling, buik, flank, borst. En dan breng je je rechterbeen lang uit en je zet de linkervoet zet je op de knie. En dan leg je je linkerhand naast je neer, je pakt je knie vast met de rechterhand de linkerknie of je bovenbeen. En als het helemaal niet lukt, dan leg je hem bij de heup. En op de uitademing breng je die knie naar rechts toe. En op de inademing weer terug. Als het moeilijk gaat, kun je die linkerhand nog in de matras drukken. Dus dat je een beetje op je zij drukt. En dat doe je nog één keer. En dan pak je met beide handen die knie vast. En je trekt die knie goed naar je borst. En je stelt je voor dat alles wat je nog niet hebt losgelaten van vandaag, bepaalde coronastress of bepaalde dingen die je hebt meegemaakt de afgelopen dag, dat je dat zo van je afgooit als je dat been lang uitbrengt. Nou, je ademt in en op de uitademing gooi alles maar van je af. Nou, voel maar dat verschil tussen links en rechts, dat het linkerbeen, bij mij is het zelfs een beetje warm geworden, en die onderrug, dat dat heel anders aanvoelt dan rechts. En dan zet je de rechtervoet zet je op het linkerbeen. Je pakt kruiselings vast. Je zet de rechterhand naast je, dat je een beetje weg kunt drukken. En op de uitademing breng je die knie, die rechterknie naar links toe. En nog één keer. En dan pak je met beide handen die knie vast. En die trek je weer goed naar je toe. En je stelt je weer voor wat je weer los wil laten, zo aan het einde van de dag. Of misschien als je deze oefeningen in de ochtend doet bij het opstaan, dat je de vermoeidheid of het gevoel van dat je een poos hebt gelegen van je afgooit. Dus je ademt wat dieper in en op de uitademing gooi weg. Nou, dan komen we weer bij die longen terecht, want dat is op het ogenblik belangrijk. Je brengt je armen naar achteren toe. En je brengt je beide benen gestrekt omhoog. En dan maak je lekker een rondje zo. Vooral in de matras is dat fijn dat je zo die onderrug losmaakt. En gaat het moeilijk, dan klap je de onderbenen in. Dus dat de knieën boven het bekken staan. En dan maak je, je kunt eventueel nog je handen vasthouden aan je knieën zo. Dat je op die manier die onderrug losmaakt. En anders dus die benen lang uit. En zo maak je die onderrug los. En je draait nog even de andere kant op. Uitademend de voeten naar achteren toe. Of boven je neus. En inademend van je af. En dat doe je nog één keer. En dan leg je de voetzolen tegen elkaar aan. En de armen dus naar achteren toe. En dit is wel heel mooi, want je ademt namelijk zo altijd lekker in je buik. En dan maak je nog even lekker die binnenkant van die benen los, door heen en weer te gaan. Een korte, krachtige, snelle beweging met je knieën.
je die benen weer lang uit. En de handen weer op de buik. En je voelt weer aan. Zelf voel ik altijd of ik dat 10.000 kilometer beurtgevoel weer voel. Dat je voelt dat je alles gedaan hebt. Je rug, je schouders, je benen. En dat voelt vandaag nu wel goed. Nou, dan kun je nog voordat je zo gaat slapen nog even lekker een ontspanning doen. Dat je de voeten iets verder uit elkaar brengt en de handpalmen omhoog. En je voelt zo hoe dat lichaam zo een beetje in die matras drukt. En probeer nou eens die holletjes zo te zien in die matras. Hoe dat hoofd in die matras drukt of in dat kussen, die schouders, die billen, kuiten en hakken. En dan ga je naar je hoofd toe en je ademt zo tussen je hoofd en de matras. En op elke uitademing laat je dat hoofd zo dieper in dat holletje zakken. En dan ga je naar je schouders toe. Je ziet zo voor je hoe die schouders een beetje zo al een holletje vormen in de matras. En je ademt weer naar die schouders toe. En op de uitademing laat je die schouders weer lekker zakken. Nou, terwijl ik afscheid van je neem, ga je zo lekker door, al die lichaamsdelen die je voelt, dat die al een klein holletje maken. Het laatste zijn dus de hakken. En als je nou klaar bent, dan ga je nog even via je neus inademen en met de mond uitademen. En dan wens ik je een hele fijne nacht toe of een hele fijne dag als je de dag hiermee begint. Ga dat lichaam nog even af en op het laatst die ademhalingsoefening met via de neus inademen en via de mond uitademen. En dan met een yoga groet. En dan zul je net als merken, zoals in mijn slaapkamer, dat de rust van de Boeddha die altijd bij je is, dat je ook voelt dat die Boeddha rust, ontspanning in je zit. Met een yoga groet, Berit.